een paar scenario's. Wat gaat er nou gebeuren? Ja, het meest waarschijnlijk is natuurlijk gewoon een volgende keer schip scenario. Je kunt niet verder gaan. Je moet iets doen. Je wacht tot het nog veel erger wordt. Er zijn nogal wat mensen die zeggen van het is nog niet erg genoeg in Nederland. We moeten toch nog even wachten. Pas als de crisis echt verschrikkelijk zichtbaar wordt voor hele grote groepen mensen, dan gaat er wat gebeuren. En zolang dat niet het geval is, gebeurt er niks. Een ander scenario is dat je krijgt dat je een regering van nationale eenheid krijgt. Dat is bijvoorbeeld even gebeurd in Griekenland. Nou, dat zien we met Monti in Italië. Dat werkt op zich wel. Maar ja, dan kun je dus de vraag stellen wat dat nog te maken heeft met democratie. Want het zijn niet gekozen leiders die in Nederland gaan leiden. Rob de Wijk heeft ons net al gewezen op het feit dat het 11:55 is. En ik kijk om me heen en ik denk dat het overheersende gevoel wat we hebben samen te vatten is in één woord. En dat is onmacht. Onmacht die ik voel als ik kijk naar de verkiezingsdebatten. En waar men kibbelt over koopkracht en geld naar Griekenland, ja of nee. En onze zorgvuldig opgebouwde verzorgingsstaat wordt langzamerhand onbetaalbaar. En de solidariteitsbasis dreigt er onderweg te vallen. De aarde warmt sneller op. We hebben het net al allemaal, heeft Rob het benoemd. En waarom laten we ons afglijden in een crisis, terwijl Duitsland met een soortgelijke economie gewoon stabiel blijft? En wat mij betreft, laten we in de voetsporen treden van onze founding father. Grote staatsman, Johan Rudolf Thorbecke. Hij is vanavond hier aanwezig, zoals jullie hebben gezien. Dus ik ben erg benieuwd wat hij ervan gaat vinden van het plan. Een opmerkelijke man. Inspirerend. Afkomstig uit een arm gezin. En hij ontwikkelde onze parlementaire democratie. En hij wist deze door volharding en visie. En natuurlijk een gelukkig momentum van een opstand. Aan ons te schenken. In 1848. 164 jaar geleden. En vanaf 1848 werkte hij geduldig samen met koning Willem II en begeleidde ons via een proces van gewenning Nederland naar de moderne staat die we eigenlijk nu zijn. En eigenlijk wij Thorbecke willen eenzelfde meebeweging vormen anno 2013. We gaan hetzelfde pad bewandelen op een krachtige 3.0 manier met alle moderne middelen die we nu ter beschikking hebben. In ieder geval, ik heb een rap, wil ik het niet per se noemen, want ik ga het gewoon voordragen. Als ik het zou rappen, was het ook muziek. Maar dit is een soort van knopdingetje van hoe ik het zie. In tijden van crisis is er ruimte voor vernieuwing. En ik zie wij Thorbecke als vernieuwing. Ideeën delen met elkaar noem ik geestelijke voeding. En waar een ieder beter van wordt. Want gezamenlijk eten uit een pot is beter dan een hond in je pot. Want waar we soms de plank misslaan is geen gezamenlijk doel hebben, dus is participatie een leeg kader. Waar jullie nu invulling aan geven, dat is dapper en tegelijkertijd ambitieus, want niemand wil graag de feiten gedrukt krijgen op zijn neus, maar zonder empathie ben je in de nieuwe wereld gehandicapt. Dus ken je plek. Je ideologie begint klein, maar op een gegeven moment zie je dat het mensen trekt, mensen wekt. Dus ogen gespreid. Creatief zijn maakt je vindingrijk. Creatief zijn maakt je vindingrijk. Dat we de afgrond in denderen is een feit. Banken zijn de baas en dat is onze realiteit. Dus de machtigen zijn machteloos. Maar ik heb hoop in plaats van hopeloos. Hang de VOC-mentaliteit op en verklaar de dood.
Piet Hein is wie je niet langer kan en mag zijn. Want de wereld is in een tweestrijd. Een rechtse denkwijze of multiculturaliteit. Een vooroordeel kent geen voordeel. Maar is eerder een beperking. Diversiteit is de oplossing voor elke systeem. Dit is het begin van een idee die het begin zal zijn voor een nieuw systeem. Want waar we eigenlijk naartoe zijn willen, ja, hoe je het ook wilt noemen, maar waar we naartoe willen zijn mensen die dingen doen in feite. Wat hier het probleem wordt gezegd, is dat we leven in een maatschappij die heel, voor via massa-organisaties ooit is opgezet. We leven in een tijd waarin we in een verbindingmaatschappij zitten. We gaan allemaal op internet, we gaan allemaal op Facebook en leggen zo allerlei contacten ook. En die contacten willen wij eigenlijk ook hebben in de politiek. Alleen de politiek sluit zich daarin af. En naar mijn mening is wij Thorbecke dan, of je dat dan denk, doet denk of hoe dan ook noemt, dat maakt me niet uit, is dan iets die dan een systeem bedenkt waarop die verbindingen wel gelegd kunnen worden. En dat kan dan op 3 niveaus. Dat kan binnen het huidige systeem, of dat kan vanaf meets af aan. We zijn nu op een vlak waar, wat ik al zei, het werkt niet meer. Nee, en de enigste oplossing is dat we gaan samenwerken. Dat wat Thorbecke in 1848 heeft gedaan, we moeten gaan samenwerken. We moeten wat veranderen. Het maakt niet uit wat, maar we moeten iets veranderen. Want anders gaan we gewoon met z'n allen down. Mijn call to action is, word manager van je eigen toekomst. Ik denk dat, we hebben het zelf in onze, als je de wereld wil verbeteren, dan moeten we bij onszelf beginnen. En ik heb gewoon talenten nodig die met mij deze denktank, want dat is school of 2, vorm gaan geven. Hier ook zich aan committeren. Op bepaalde punten en dit ook gaan faciliteren in tijd en ook echt naar voren stappen. Dus dat is mijn eerste oproep om aan die mensen, om die nu zo snel mogelijk naar voren te stappen.